Welkom terug op de Wiskunde Academie. Misschien is het je wel eens opgevallen dat heel veel parabolen, wanneer er gewoon staat van de vorm x kwadraat plus, en het maakt niet uit wat er achteraan komt, dat het altijd eenzelfde vorm geeft. En diezelfde vorm, dat die misschien een beetje verschoven naar links, een beetje verschoven naar rechts, een beetje verschoven omhoog of naar beneden, maar de vorm blijft altijd gelijk, zolang daar een stuk met x kwadraat in staat. En wanneer die van de vorm 2x kwadraat plus een heel stuk is, dat ook weer dan de vorm altijd gelijk blijft, onafhankelijk van wat er achteraan staat. Nou, daarom is het belangrijk om door te hebben hoe een formule verandert wanneer je verticaal en horizontaal verschuift. Waarom is dat belangrijk? Als je door hebt hoe dat werkt, kan je ook heel snel ten eerste een formule opstellen. Dus je krijgt een plaatje waarin die verschoven is. Dan kan je heel snel zeggen hoe de formule eruit ziet. En aan de andere kant, wanneer je dus een formule krijgt waarin dus wat achter staat, kan je ook heel snel gaan ontdekken hoe die parabool er eigenlijk uitziet. Zonder dat je hem nog helemaal getekend hebt. Dus, allereerst, we beginnen met de standaard parabool, waarin er niks achter de x-draad staat en de waarde van a, het getal voor de x-draad, 1 is. Kortom, y is x-draad of fx is x-draad. Nou, door fx 2 naar boven te verschuiven, en we gaan dus overal, bij elk punt gaan we er 2 bij optellen, krijgen we de functie gx. Nou, nu is de vraag, wat is nu de formule voor gx? We weten de formule voor fx, wat is de formule voor gx? En daarom gaan we allereerst eens kijken naar de lijn x is 1. Dus als we gaan kijken naar x is 1, dan komen we op een gegeven moment op fx uit. De rode parabool, gaan we een stukje hoger komen op gx uit, de groene parabool. Nou, dat stuk wat daartussen zit, want bij fx is die namelijk hoogte 1, hè, bij 1, en gx zit die op hoogte 3. Dat stuk wat daartussen zit, dat is eigenlijk wat je erbij opgeteld hebt. Je kunt hier dus eigenlijk ook zeggen, de functiewaarde van gx bij x is 1 is gelijk aan de functiewaarde van fx bij x is 1. En daar 2 bij opgeteld. Dus wanneer je bij f 2 optelt, krijg je g. En dat zien we op het moment dat we g, en daarbij ingevuld 2 hebben, de functiewaarde van g bij 2 en de functiewaarde van f bij 2, zit er ook weer een stuk van 2 tussen. Dus wat is nu de functie van gx, als we weten dat fx is x kwadraat? Nou, we weten dus dat alle waarden van gx, dat je die krijgt door eigenlijk bij fx 2 op te tellen. Dus gx en fx is x kwadraat is dus x kwadraat plus 2. Je ziet dus wanneer je dus een parabool in dezelfde vorm hebt, maar dan 2 omhoog geschoven, is het dus x kwadraat plus 2. Nou, de vraag is dus, of je ziet dus 2 naar boven geeft dus plus 2. Wat gebeurt er dus als we naar beneden gaan schuiven? Dus stel, we geven je de volgende grafiek, hx, of de volgende formule, hx is x kwadraat min 3. Hoe ziet de grafiek van deze functie eruit? De grafiek van deze functie, die krijg je eigenlijk door alle waarden van fx eigenlijk 3 eraf te halen. Dus die fx 3 omlaag te schuiven, min 3 te doen. En die 3 omlaag staat in de formulevorm, in de haaksnotaal staat die als min 3. Dus je ziet dus als we bij elk punt eigenlijk er 3 van afhalen, we hebben er een paar getekend, en je gaat hem dus schuiven, kom je dus op hx uit. Nou, belangrijk dus, als je dus een formule hebt van de vorm y is x, of een formule van y is x kwadraat, en je gaat deze over een afstand q verschuiven, omhoog verplaatsen, dan krijg je dus eigenlijk de vorm y is x kwadraat plus q. En op het moment dat q natuurlijk een negatief getal is, dan verplaats je hem eigenlijk omlaag. Maar dan krijg je dus x kwadraat min een getal. Nou, andersom kan je dat natuurlijk ook interpreteren. Wanneer je dus zo'n formule krijgt, y is x kwadraat plus een getal, dan weet je dus automatisch dat losse getal, die plus q, dat de verplaatsing omhoog is. Is dat getal natuurlijk negatief, dan heb je hem omlaag verplaatst. Dus dit was de video over het verticaal verschuiven. In de volgende video gaan we het ook hebben over het horizontaal verschuiven. Dus dat je een parabool van links naar rechts gaat bewegen en hoe daardoor
je functie verandert en eigenlijk ook hoe je dit kunt zien en de relatie tussen de functie en de parabool kunt leggen. Wil je meer weten? Ga dan naar Wiskundeacademie voor een compleet overzicht per leerjaar en per onderwerp. En je kan natuurlijk ons altijd volgen op Twitter en liken op Facebook. Tot in de volgende video.